Dank jullie wel allemaal. Het is de vierde editie van WPNL Live vandaag. En namens mijzelf, Luc, en de organisatoren van deze editie, Rosanne, Amir, Sebastiaan, Richard, Marcel, heet ik jullie eigenlijk allemaal van harte welkom. Vandaag hebben we iets heel bijzonders, een echt experiment, een online workshop Web Accessibility door niemand minder dan Rian Rietveld en Taka Reininga van het Ally Collective, of Ally Collective. Onze deelnemers op Zoom zijn hierdoor wat beperkt. We gaan namelijk een heel praktisch uurtje tegemoet, waarbij we echt hands-on gaan leren over kleurcontrast, het belang van goede links, tapvolgordes. Een onderwerp dat natuurlijk hartstikke actueel is, gezien het is, zeker sinds het gisteren verplicht is geworden om digitale toegankelijkheid aan te bieden voor overheidswebsites, wat nog lang niet alle overheidswebsites goed gaat. En voordat ik het woord geef aan Rian, wil ik namens WPNL Live nog heel even onze vaste sponsoren Joost en Weglob bedanken. Zonder hen konden we deze leerzame middagen niet blijven organiseren. Ben je straks nieuwsgierig naar meer online accessibility trainingen? Kijk dan even op Ally Collective, dat is a11y-collective.com. Er zijn daar 2 try-out courses die helemaal gratis beschikbaar zijn voor de deelnemers. En vervolgens straks voor jullie, omdat jullie in deze Zoom call zitten, nog een mooie kortingscode. Die krijgen jullie in jullie mailbox. Na deze workshop ga ik jullie nog even wat vertellen over WPNL's laatste 2 meetups van dit jaar. Waarbij we nog een extra experiment gaan doen. Geen workshop, maar weer iets anders. En we hebben een klapper van een afsluitende meetup gepland in november. Met 2 absolute powervrouwen uit de WordPress-wereld als spreeksters. Dus blijf alsjeblieft na de workshop nog even hangen. En voor nu geef ik graag even het woord aan Taka. En dan ga ik mezelf heel even... Mute jezelf. Juist. Dankjewel en bedankt voor deze introductie, Luc. Je hebt al een deel van mijn pitch weggenomen, want ik wil natuurlijk ook even aanhaken op het bericht wat gisteren in de media naar voren kwam. Per 23 september 2020 hadden alle overheidswebsites volledig toegankelijk moeten zijn. Dat is niet zo. Bleek maar 70 van de 2000 helemaal 100% te voldoen. Dus dat is eigenlijk best wel jammer, ook gezien de hoeveelheid werk die erin gaat zitten en het aantal partijen die er toch mee bezig is geweest, dat de staat van het web, zeg maar, er zo bij staat. Stiekem is dat niet zozeer het bericht van gisteren, maar wel eerder het besef van we willen met elkaar een toegankelijk web. Als we dat aan mensen vragen, dan vinden ze het allemaal belangrijk. Maar hoe kom je daar nou? Wat moet je nou doen om je website of je applicatie online toegankelijker te maken? Ik denk dat het een illusie is dat we met dit uurtje alle ins en outs over kunnen brengen. Het is ook iets, als je een aantal aanpassingen maakt, dan ben je al beter op weg dan heel veel overheidswebsites, zo blijkt. Dus probeer hier gewoon alles uit te halen wat maar mogelijk is. En wat Luc al aangaf, er komt dadelijk per mail nog een mooie voucher jullie kant op om verder te verdiepen middels de Ally Collective, met het platform wat we hebben ontwikkeld vorig jaar. En dat hebben we helemaal opgezet met het idee dat we willen dat kennis rondom het onderwerp van toegankelijkheid toegankelijker wordt aangeboden. Dus het zijn allemaal videotrainingen die ook helemaal uitgeschreven zijn. Ze zijn ondertiteld in op dit moment in het Engels en in het Spaans. De Nederlandse ondertiteling wordt nu gemaakt, die komt eraan. En met dat platform, dat willen we eigenlijk continu blijven aanvullen om zo in te kunnen blijven spelen op actualiteiten en ontwikkelingen, zeg maar, die plaatsvinden. Maar ik praat alweer veel te lang. Ik denk dat het veel leuker is om Rian dadelijk aan het woord te laten. Rian gaat 3 belangrijke onderwerpen doornemen die in deze workshop wordt heel erg hands-on. Dus zorg dat je klaar zit, dat je mee kan gaan spelen en testen, zeg maar, onder regie van Rian. Het idee is wel dat het heel interactief is. Dus er zitten oefeningetjes bij, et cetera. We zullen ook om feedback vragen of om de ruimte geven om gewoon ons te vertellen wat je tegenkomt of waar je vragen over hebt of waar je over twijfelt. Ik denk dat het wel goed is voor de sake of dit uurtje, om dat zo optimaal mogelijk te benutten, dat iedereen in eerste instantie gemute blijft, ook om de kans op achtergrondgeluid te voorkomen.
En op het moment dat je een vraag hebt of even wil inbreken, gooi het in de chat of gebruik de functie om je hand op te steken. Dan probeer ik daar een beetje te modereren en de juiste vragen bij Rian neer te leggen. Zodat Rian kan focussen op de workshop zelf. Rian, neem jij hem over? Ja, dat is goed. Ik ga even mijn scherm delen. Kijk eens. Oké, ik ga eerst even een presentatie, 2 slides doen. Kunnen jullie dit zien? Ja? Oké. Goed, nou, workshop online accessibility. En nou, wil je meer weten over het Ellie Collective? Daar staat de link. Ik heb een oefenpagina gemaakt. En ik zou het fijn vinden als jullie daar allemaal op gingen staan in je webbrowser van je keuze. Dat is lvl.li-wpnl/wpnl-workshop. Dat is een pagina, of eigenlijk zijn het 3 pagina's waar ik allemaal oefeningen en uitleg op heb gedaan. Is er iemand die hier niet op kan komen? Zal ik het nog even... Ik heb de link ook in de chat gezet. Dus die ja, het link staat in de chat. Oké. Nou, we hebben ongeveer 15 minuten per onderwerp met wat discussie. Dus ik ga gewoon beginnen. Kleurcontrast. Superbelangrijk dat mensen je tekst kunnen lezen op de website. Want als ze de tekst niet kunnen lezen, kunnen ze je website niet gebruiken. Nou, dat lijkt me nogal logisch. Maar hoe meet je dat nou en wat is nou een goed kleurcontrast? Nou, er zijn webrichtlijnen voor. En de Web Content Accessibility Guidelines officieel. En daar heb je 3 niveaus in. A, AA en 3xA. En wij houden aan AA. En dat is de richtlijnen voor het web, voor toegankelijkheid, die over de hele wereld worden gebruikt. Nou, normale tekst moet een kleurcontrast hebben van de tekst ten opzichte van de achtergrond. Het gaat alleen over tekst. En over lijntjes, bijvoorbeeld van een invoerveld. Normale tekst moet 4,5 hebben. Vette tekst vanaf 9 pixels, die hoeft niet zo'n groot kleurcontrast te hebben. Die moet een kleurcontrast hebben van 3. Normale tekst vanaf 25 pixels, dus normale tekst die wat groter is, ook kleurcontrast van 3. En icoontjes en lijntjes rond bijvoorbeeld een invoerveld en een formulier, ook 3. Ja, maar hoe meet je dat nou? Ik heb hier 4 boxjes gemaakt en die gaan we met z'n allen meten. Wat hier het kleurcontrast van in, gaan we gewoon even samen doen. En ik kan je wat toeltjes laten zien waarmee je kunt testen. En daarna gaan we allemaal even eentje uitzoeken van Volkskrant, nu.nl, ING of Mijn Domein. Of een van je eigen projecten en dan ga je eens even kijken wat jij dan zelf aan kleurcontrast vindt. Nou, het makkelijkste is, dit is de website van Web 1. Dan kun je de hexadecimale code van je tekstkleur en de hexadecimale code van je achtergrondkleur ingeven. En dan geeft hij een contrastratio. Nou, deze kleur blauw op wit heeft een contrastratio van 8,6. Die is goed. Voor gewone tekst en voor dikke tekst en grote tekst en ook voor invoerveldjes. Stel je nou voor dat je een heel licht grijs kleurtje hebt, 99999 bijvoorbeeld. Dan ziet dat er zo uit. Het is echt heel mooi chic grijs op wit, maar het kleurcontrast is te laag. Dus eigenlijk kunnen heel veel mensen dat niet lezen. Of als jij je iPad in de zon houdt, kun je het ook niet lezen. Dus je moet de kleurcontrast checken van de tekst op de achtergrond van je website of van je ontwerp. Kijk even terug. Dus je kunt die hexadecimale code ingeven. Maar browsers zijn tegenwoordig ook heel slim. Als je zegt van nou, ik ga de code inspecteren. En dan zie je aan de zijkant, of aan de ene kant zie je dus de code staan. Dit is WPNL Live. En de andere kant zie je de kleur staan.
9999. Als ik nou op de kleur klik, dan zegt in dit geval Firefox, die rekent meteen de contrast uit. De contrast is 2,85 en is dus te laag. Chrome doet precies hetzelfde. Als ik deze even in Chrome doe. Oh. Contrast. Inspect. Pepin Live. Kleur 999. Contrast is te laag. Het is te laag voor dubbel A en te laag voor 3x A. Super handig. Als je deze dus gaat meten, gaan jullie eens meedoen. Inspecteren van de code doe je door rechtermuisklik en dan inspect te kiezen, terwijl je op een element staat. Dus je kan bijvoorbeeld die WPNL hier selecteren. Dan doe je inspect. En dan zoek je de kleur op. Dit is de kleur, dan klik je erop. En dan zie je hier dat het contrastratio is 1,28, dus dat is veel te laag. Heeft iemand hier vragen over? Soms is het heel makkelijk om bijvoorbeeld een beetje de tekst, als je per se bijvoorbeeld oranje wil hebben als tekst, om te denken van nou oké, ik ga voor gewone tekst kan ik die niet gebruiken, maar wel voor vette tekst bijvoorbeeld, of voor grotere tekst. Als je deze inspecteert, dan heeft deze een kleurcode van 3.0. En voor deze tekst is dat te laag. Maar stel je voor, als je nou een grotere tekst maakt, dan zou die net goed zijn. Dat hebben ze gedaan bij de ING. Dit is namelijk de kleur van de ING. En wat je ook ziet bij de ING, daar hebben ze allemaal flinke grote tekst. Dat hebben ze speciaal gedaan, omdat ze die oranje wilden hebben. Dus dan hebben ze de font vergroot en dik gemaakt. Zo kun je er een beetje mee spelen. Er is nog iets anders met kleurcontrast. Dit is groen op rood. Nou, er is er een toeltje. Dat heet SimDeltaTone. En dat is alleen voor de Mac. Maar dat legt een venstertje over je scherm. Dat wordt een beetje klein scherm zo. En daarmee kun je zien waar je muis staat, hoe iemand die kleurenblind is, jouw website ziet. En moet je nou zien wat er gebeurt met groen op rood. Iemand die kleurenblind is, ziet dat bijna niet. Dus het is ook fijn als jij een ontwerp maakt, dat je dan even kijkt van nou, als je alles in grijs tonen maakt, kan ik dan nog steeds lezen wat erop staat. Dus iemand die kleurenblind is, die ziet kleuren heel anders. Dus die kan best de kleuren heel anders ervaren. Als jij een ontwerper bent, er is een plugin. Ik heb er een link naartoe gedaan op de website voor Sketch. Waarbij je dus tijdens het ontwerpen kunt kijken van nou, de tekst heeft hier een goed contrast ten opzichte van de achtergrond. En als je gaat googlen, er zijn er wel een miljoen kleurcontrast analyzers. Allerlei verschillende vormen en soorten. Maar als jij een ontwerper bent, of een developer bent, dan kun je heel goed X-Developer Tool gebruiken. Ik heb het geïnstalleerd op mijn PC. Het is een add-on voor Chrome, voor Firefox en voor Edge. En als je dan Inspect je pagina doet, dan heb je een extra tabje, X. En dan doe je Analyze. En dan kun je alle kleur, alle toegankelijkheidsfouten vinden op een pagina die X kan vinden. Dat zijn ongeveer 50% van alle accessibility fouten. En hier staat, elements must have sufficient color contrast. En dan zeg je, nou waar dan? Nou, highlight. Deze
heeft te weinig kleurcontrast. Heeft hij voor je uitgerekend. De kleur is 9999. De achtergrondkleur is FFFF. De fontgrootte is 16 pixels, dus hij moet 4,5 zijn. En hij is 2,8. Nou, als je dan doorbladert naar de volgende. Dat is deze. Die hebben we gezien. Die is 1,28. Dus veel te laag. Het is een groter font, 30 pixels. Maar hij moet 3 zijn. En hij is 1,25. Nou, de volgende. Deze is ook niet goed. En dan de volgende. Nee, deze is wel goed. Deze zou je denken dat hij niet goed is, maar hij voldoet wel. Dus soms kon je niet echt aan je gevoel, voor je gevoel kijken van oké, dat kleurcontrast zou wel goed zijn. Het is fijn om het even goed te meten als je aan het ontwerpen bent. Oké, voor normale tekst 4,5, vette tekst vanaf 19 pixels 3, normale tekst vanaf 24 pixels 3 en icoontjes en lijntjes 3. Oké, gaan jullie eens even kijken. Ik wil dat een paar mensen kijken naar de Volkskrant, anderen naar nu.nl, eentje naar de ING en een paar naar Mijn Domein. En eens kijken wat je daar aan kleurcontrast kunt meten. En dan wil ik dadelijk even twee mensen met hun resultaten even horen. Dus ga je gang. Mag ook je eigen website zijn. Nog 1 minuut. Spanning bouwt op, Rian. Nou, ik zie allemaal van die verhitte gezichten. Ja. Ik krijg dat akte niet aan het praten. Nou, je kunt ook gewoon in de Inspector kijken. X is een heb je dat geïnstalleerd op je browser? Ja. En welke browser heb je? Chrome. Dan moet je de Inspector doen. Dus klik rechts. En dan Inspect. Oh ja. En dan zie je dat in dat balkje staan met al die dingen, ziet de X bij. En als het klein is, dan zit het soms achter zo'n pijltje naar beneden. En dan moet je Analyze doen. Oké. Als het een hele grote website is, dan Analyze krijg je een enorme hoeveelheid fouten. Oké. Oh. Mits die goed gebouwd is natuurlijk. Dit is een quick and dirty verhaaltje in Elementor, dus het is niet zo goed gebouwd. Oké. Wie heeft een resultaat? Wie wilde wat zeggen? Twee mensen. Ja? Ja, zeg het maar. Patrick? Ik was aan het kijken naar nu.nl. Ja. En het verbaast me hoeveel... weinig kleurcontrast er is. Er zijn 83 meldingen op de voorpagina. Heb je met X gedaan? Of, waar met heb je... X, ja. Ja. Ja, met X. En dat begint al gelijk bij de icoontjes bovenaan. TV-gids en dergelijke. En het verbaast me dat die daar naar voren komen. Ja, oké. 67 elements must have sufficient color contrast. Ja, ik heb er 83. Ja, het ligt soms een beetje aan welke view je hebt. En ik heb ook een adblocker aan staan. Misschien dat het ook scheelt. Oh ja, ik heb de reclame voor Coolblue erin. Oh, ja, oké. het zou je verbazen hoe uitstekend goed bekende websites hier toch geen aandacht gaan besteden. Ja, ja. Dus het is vooral oranje hier, media en cultuur. Dat is gewoon iets, dat gaat altijd fout, oranje. Mits je het dus gewoon echt opblaast tot iets heel groots.
Oké, nog iemand? Ja, ik wel. Ik heb zelf een overheidswebsite in beheer die nog niet voldoet. Staat voor 1 oktober. Ja, bijna. Ik zeg niet welke. Dat is een beetje. Jammer. Maar wat ik dus krijg, is dat hij kan de achtergrondkleur niet zien. Ja, en dat is... vooral met afbeeldingen en zo zie ik. En verder klopt die nagenoeg wel, zover ik kan beoordelen. Het is maar als het een achtergrondkleur is of in de CSS is te ingewikkeld, dan kan Exit niet meten. En dan moet je eigenlijk zelf even controleren van, is het in orde? X is een tool, hè? Dus het is gewoon een grote JavaScript applicatie en sommige dingen kan die niet. Dus andere dingen moet je gewoon echt ook met de hand doen. Het is niet zoals X zegt, alles is goed, dan is het goed. Hij zegt hier waarschijnlijk alleen van, ik kan het niet meten. Dus dan moet je het zelf even controleren. Ja. Ja. Dat klopt. Oké, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. De kleurcontrast moet gewoon voldoende zijn. Ja, dan heb je dus in ieder geval de garantie dat je bezoek de website kan lezen. Nou, volgende onderwerp. Toetsenbordnavigatie. Hier gaan we sneller al meedoen. Kan iedereen deze pagina eventjes tevoorschijn toveren? Navigeren met een toetsenbord. Ik zal het voor de zekerheid nog even in de chat zetten. Nou, heel veel mensen die kunnen een muis niet gebruiken. Of mensen die blind zijn, die kunnen, omdat ze het scherm niet zien, gebruiken ze ook het toetsenbord om te navigeren. En je kunt met de tabtoets van elk focusable element naar focusable element gaan. Een focusable element is bijvoorbeeld een link, een button, een inputveld. Alles wat focus kan krijgen met het keyboard. Dus met tab ga je eigenlijk alle focusable elementen af. Met shift-tab kun je weer terug. Met enter of return kun je bijvoorbeeld een link activeren of een button. Dus gewoon als je een link focus heeft en je drukt op enter, dan activeer je de link en ga je ergens naartoe. Met de pijltjes toetsen kun je navigeren tussen radio buttons of select opties. En de spatiebalk kun je radio buttons of checkboxes selecteren. Oké. Als jij een Mac-browser hebt, moet je dit eerst aanzetten. En dat kun je doen in je opties, in de General Settings, algemene instellingen, geloof ik. En daar is een toetsenbord-tab. En een van die tabs binnen die tab is Shortcuts, ik weet het niet uit mijn hoofd dat het in het Nederlands is. Toetscombinaties. Toetsenbordcombinatie, ja. Dan staat een beetje onderin Full Keyboard Access. Dus je moet alle controls aanklikken. Dan kan je gewoon goed in Mac-browsers goed het toetsenbord gebruiken. Dus, er staat een link hier naartoe op deze pagina. Dus als je het allemaal te snel gaat, dan kun je dat later nog even oefenen. Maar ik ga even tabben op deze pagina. Nou, ik krijg eerst een link Activate Keyboard Navigation en dan een link Keyboard Navigation Overview Web 1. En dan krijg je links, derde link, vijfde link. En dan hoeveel taartjes lus je? Dit is een selectie. Nou, dan ga ik de pijltjes naar beneden doen en dan kan ik iets selecteren. Dan druk ik op Enter, dan heb ik het geselecteerd. Tab ga ik naar de radio buttons en dan kan ik met de pijltjes een radio button activeren. Tap naar beneden, kom ik bij de checkboxes. En hier kun je met de tab er doorheen en met de spatiebalk iets selecteren of deselecteren. Dus je kapt er doorheen, spatiebalk selecteren. Nou, dit is een button, kun ik enter drukken, dan verstuur ik het zogenaamd. Het is geen echt formulier. Gaan jullie eens even op deze pagina oefenen. Probeer eens wat hoeveel kijken hoeveel taartjes je lust en welke kledingmaat je hebt en welke maat je wil bestellen. Probeer het eens. Alleen maar het toetsenbord, je moet je muis, mag je niet gebruiken. Je krijgt hier 3 minuten voor.
En als je vragen hebt, mag je meteen stellen. In de chat of... TikTok. Ja, tip, tip, tip. Als je denkt, ik weet het wel, ga dan eens naar de websites die eronder staan. Dat is de Volkskrant, nu.nl, ING, Mijn Domein. Ik hoop dat je tijdens het gebruik merkt dat het heel erg belangrijk is dat je ziet waar je bent. Ja. Dat als iets een focus heeft, dat je inderdaad ziet dat het een lijntje eromheen krijgt of een ander kleurtje. Is iedereen een beetje uit? Mensen die er helemaal in de war raken nu? Dan ga ik nu eens even naar nu.nl. En nou ga ik eens beginnen met tabben. De eerste tab die je hebt is ga naar de inhoud. Dat is super handig. Dat is een link. Die heet een skiplink. En dan kun je... het hele menu overslaan, dan hoef je niet door het menu heen te tabben, dan kun je meteen naar de inhoud gaan. Dat gaan we nu niet doen. Zie je wat er gebeurt? Ik kan hem even terugtabben. Het is ineens weg. Ja, het is ineens weg. Oké, je hebt net binnen, staat nu de focus op. Er staat een heel grijs, dun grijs vlakje achter de link. Nou, dat is echt super moeilijk te zien. Ik denk, het staat, de grafisch ontwerper vond het natuurlijk heel lelijk als er een mooie focus op ging. Dus het moest wel zo onzichtbaar mogelijk. Vooruit maar. Als je goede ogen hebt, kun je het zien. Ja. Oké, nu heeft meer de focus, maar de developer heeft het niet getest met keyboard. Dus je gaat doortabben op wat in de meer zit. Als ik met de muis overheen doe, dan zie je dat dit er allemaal is. Maar daar kan je niet bij met de muis. Want het klapt niet open als het focus krijgt. En een goede front-end developer, die weet hoe dat moet. Als iets focus krijgt, dat dan ook het hele submenu openklapt. Want iemand die toetsenbord gebruikt, die kan helemaal niet bij het submenu. Want het werkt niet met het toetsenbord. Maar je gaat er wel doorheen tabben. Je ziet het niet, maar je tapt er wel doorheen. Linksonder in je scherm zie je welke linkjes je aanraakt. Hè? Hier, ja. Ja. Dus dit is echt super onhandig. Dus daarom is het heel belangrijk als je test, dat je ook test of het werkt met toetsenbord alleen. Want het is niet alleen voor mensen die het toetsenbord niet kunnen gebruiken, die het toetsenbord gebruiken, maar ook bijvoorbeeld mensen die een website met een stokje in hun mond gebruiken en dingen aantoetsen. Die dus helemaal hun handen niet kunnen gebruiken. Of voor mensen die blind zijn. Ja, die krijgen alles voorgelezen. Dan moet alles gewoon goed te bereiken zijn. En het is superbelangrijk dat je ziet waar je bent. Dus als ik nou even doorga. Kijk hoor, blap, blap. Live hier. Want de link zelf, hier, deze kun je goed zien. Zie je? Live blok corona, onderzoeksraad, die kun je goed zien. Er is nog een hele beroemde website, helpscout.com. Nou, die hebben gewoon het hele toetsenbordfocus uitgeschakeld. Super lelijk natuurlijk. De grafisch ontwerper denkt van ja, dat gaan we niet doen, een outline.
dit is wanhopig om van te worden als je dit moet gebruiken met het toetsenbord. Nou, gaat dus iemand, kan dus even iemand de Volkskrant gaan doen. En dan wil ik even live horen wat je ziet. Volkskrant. Oké, ik ben in de Volkskrant. Ga maar zo. Oh, jijtje, Mina, VK's natuurlijk. Dan mag je eerst inloggen als abonnee. Nou, ga maar verder. Gewoon doortoepen, typen. Gewoon voor doortoetsen. Kun je eruit komen? Volkskrant zoeken. Zoeken, oké. Okay. Als ik dan wil zoeken, doe ik enter. Oké, okay, dan kom ik in de zoeken. Ga maar verder typen. Toepen. Toetsen, hoe zeg je nou? Typen, ja. Hoe kom ik nou terug? Service. Zoeken en dan doe je enter. Ja, ja, dat snap ik. Maar stel dat ik nou uit die zoekenpagina weg wil. Nou, dan shift-tab. Ga je weer naar boven. Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je op het pijltje naar links. Oh ja, maar ik heb nu eventjes gezocht. Enter op melk. Ik weet niet hoe ik erop kom, maar ik zal wel koffie nodig hebben. Oh ja, nou gebeurt er wel wat. Maar net gebeurde er waarschijnlijk nog niks. Dus ik heb gezocht. Ja. Wacht even, ik heb gezocht. Zo, zo. En dan ga ik de tabtoets gebruiken en dan gebeurt er waarschijnlijk even niks. Ja, dan heeft er iets wat focus krijgt geen outline. Dat is een beetje niet wat er aan het gebeurt. Ja. Oh ja, en nou kom ik in die zoekresultaten. Tab is verder. Oké, okay. Kom er al die zoekresultaten. Ik heb een beetje veel zoekresultaten. Oké. Okay. Oh ja, nou, nou kom ik op de vorige. Waar ben je? Ik ben onderaan de zoekresultaten. Ik zit nu in de vorige, maar er was geen vorige. Oké, okay, dan ga eens even naar de voorkant, de voorpagina. En begin daar eens met tabben. Dan ga je dus... Oké, Volkskrant, voorpagina. Ik begin daar te tabben. Zoeken, krant, service. Ja, ga je naar... En waar ga je dan ineens heen? Dan ga ik ineens naar dat Famke Louise. En, ja. Het is heel belangrijk dat de volgorde hetzelfde is. De tabvolgorde hetzelfde is als de volgorde die je ziet. Ja. Want heel veel mensen raken de kluts kwijt als dat niet zo is. Die weten niet waar dan de focus is. Nu is dit gelukkig allemaal in de header. Dus je ziet het allemaal bij elkaar. Maar sommige mensen zien niet zo goed en ze gaan gewoon heel dicht bij het scherm zitten, vergroten alles. En dan hebben ze geen overzicht over wat op het hele scherm gebeurt. En ja, als de tabvolgorde dan van heen en weer springt, dat je niet voorspelbaar is waar de volgende tab is, dan raken ze het kwijt. Dus dat is voor dat soort mensen veel moeilijker om de website te gebruiken als die niet voorspelbaar is. Als je nou verder tapt, hè, dan even menu. Mm-hmm. Oké. Okay. Volgende is het eerste grote artikel. RIVM, 16 nieuwe sterfgevallen. Als ik nou verder ga typen, ga tabben, dan denk ik, nou, hij gaat naar analyse toe. Nee. Dat is niet zo. Wacht even hoor, ik moet even... Tab. Het instellen van toe gaat, is hij gaat naar nieuws. Ja. Dus dan slaat hij dit eigenlijk over. Raar is dat, hè? Wauw. Ja, maar dit valt me heel vaak. Want ik ben van de DOS-generatie. Ik ben een toetsenbordkind. Ja. Dus als je nou denkt van, nou, wat gebeurt er nou? En dan na de laatste nieuws, dan gaat hij naar het midden. Ja. Dat is gedaan omdat als je dit in mobile view kijkt, als je een beetje gaat inzoomen, dan klapt die middelste kolom naar onderen toe. Okay. En als je nu tapt, dan is het logisch. Ja. In mobile view, maar in desktop view, dan is het niet logisch, want dan klapt die kolom weer aan het midden. Zie je? Oh. Dus daarom is toetsenbordvolgorde heel erg belangrijk. Je moet voorspelbaar doen, omdat mensen gewoon die toetsenbord gebruiken, de weg kwijtraken. Het moet gewoon duidelijk zijn, dit is de volgende tab.
Anders dan zoeken ze zich een ongeluk. En dan ben je ze kwijt als klant of als gebruiker. Want dan kunnen ze niet makkelijk je website navigeren. Heeft iemand hier nog een vraag voor? Of een eigen website die even wil kijken? Nou, ik zat net die mijn domein te kijken. En het grappige daar is, als je de cookies niet hebt geaccepteerd. Oh ja. Ja. En je kunt dus niet met je muis, dan kun je ook de cookies niet accepteren. Want je kunt alles, op zich doet hij het goed. En ja. Kun je alles wel tabben, behalve de ja accepteren knop. Ja. Nou, ik had hem natuurlijk al uitgetest, want ik zal hem even in Safari doen. Misschien dat jullie allemaal even meedoen, want het is echt, dit komt zo vaak voor. Kijk hoor, komt hij nou? Ja, hier. Er zit een cookie melding hier. Nou, maar als ik mijn toetsenbord gebruik, dan blijf je eigenlijk op de achtergrond hangen. Er is geen één manier waarop jij met het toetsenbord het cookie melding kunt dichtgooien. Of zelfs accepteren. Dus dit is super onhandig, want dat blijft altijd, het beeldscherm blijft grijs. Dus moeilijker te lezen. En dat ding staat alsmaar voor je neus. Dus als jij een webbouwer bent, als jij een model hebt, dan moet de focus in het model gaan. En je moet het focus ook, het model ook gewoon kunnen dichtgooien met het toetsenbord alleen. Dus dat moet je ook uittesten. Want anders, sommige cookie meldingen zijn zo groot dat ze over het hele beeldscherm staan. Nou, dan kan iemand met het toetsenbord jouw website niet gebruiken. Dat is echt super onhandig. Nee, ik accepteer ze niet. Niet van mijn domein. Okay. Nou, nog meer. Even kijken. Nu.nl, Volkskrant hebben gehad. Heeft er iemand Gravity Forms op zijn website staan? En heeft hij daar de tabindex ingesteld? Dat de eerste tabindex in je invoerveld het eerste invoerveld is? Je mag het nu zeggen hoor. Niemand die hier gaat executeren. Ik durf het niet te zeggen, Rian. Nee. Stel je voor als jij een formulier hebt. Een formulier waarbij je dus in gaat schrijven op je nieuwsbrief. En je zegt, oké, dat is handig als mensen op de website komen. Dan krijg je meteen het eerste invoerveld focus. Dan kunnen mensen meteen gaan typen. Dat is heel vervelend voor mensen die toetsenbord moeten navigeren. Want die... Dan kaap je eigenlijk de toetsenbordvolgorde als jij iets een positieve tabindex geeft. Maar heeft iemand een voorbeeld daarvan misschien? Van een website met een formulier? Had ik toch zo gehoopt? Ja, ik heb er vast wel en ik ga even zoeken. Wacht even. Ja. Dat is namelijk een oudje in een heel vervelend team wat ik al jaren niet meer gebruik. Even kijken. Oh, hier een leuke nieuwsbrief. Eens kijken wat die doet. Even kijken hoor. In de chat hebben we er ook eentje van Abbas. Deze? Ja, ben ik de chat. Nu ga ik tabben. Kijk. Chat, waar is het? Ja, deze doet het. Oké. Yeah. Als ik nu ga tabben. Even kijken, dan zie je sowieso geen focus. Heeft deze een positieve tabindex? Volgens mij gaan ze eruit slopen uit Gravity Forms. Nee, deze heeft geen positieve tabindex. Dus deze doet het gewoon. Alleen is de visuele focus hier... En hij klapt niet open. Als je naar de submenu's wil gaan. Ja, dat is een heel oud project hoor. Dus, dat geeft niks. Pas, maar, ja. Dat zeg ik meestal aan het begin van elke training. Van, het is niemands schuld. Je wist het alleen nog niet. En nu weet je het wel. Dus vanaf nu doe je het altijd goed. Even kijken. Zullen we deze eens doen? Dank je. Oké. Hoi. Oh, ja. Ja, hier komt een betere link. Wacht even. Hier heb ik er eentje met een formulier. Wacht, ik doe het even in Chrome, want Chrome geeft dan een beetje betere focus. Even de contactpagina pakken, algemeen. Ik heb hem net in de chat geplakt. Contact algemeen, oké. Als ik nu ga typen. Ga,
Ik zie niet waar ik ben. Contact. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Oh, hier. Klik dan hier. Dit krijgt ineens... Oké. Dus je weet in ieder geval niet waar je bent. Het submenu klapt niet open. Ja. Klik dan hier. Daar gaan we het zo over hebben. Dit vind ik een mooi bruggetje. Ja. Oké. Ja. Goed, ik hoop dat jullie een beetje idee hebben hoe belangrijk het is dat je weet waar je bent door een goede visuele focus te hebben. Als jij een grafisch ontwerper bent, dan ontwerp je meestal een hoverstijl. Nou, ontwerp ook een focusstijl. Dat kan hetzelfde zijn. En als jij een programmeur bent, kijk of alles openklapt. Kijk of je in een model gaat en er makkelijk weer uit kan. Test je website. Alleen met een toetsenbord. Alle belangrijke functionaliteit moet werken met alleen een toetsenbord. Dus werk aan de winkel. Ja, oké. Dan, waar waren we gebleven? Even denken hoor. Ben ik het zelf even kwijt. Deze. Right. Nou, dat was testen met het toetsenbord en waarom, hoe je dat moet doen. En dan laatste is begrijpelijke links. En dan wil ik een korte demonstratie geven met een screenreader. En dit is de website van Virgin Atlantic. En die hebben een setje cards met deals. En de links zijn allemaal few deals, few deals, few deals. Nou, deze ga ik even in Safari doen. Want Safari werkt het beste met VoiceOver. Of VoiceOver werkt het beste in Safari. Goed, iemand die blind is krijgt een website voorgelezen. Die heeft daar software voor. Die VoiceOver is ingebouwd in de Mac. En die kunnen mensen gebruiken die blind zijn of heel slechtziend om een website voorgelezen te krijgen en ook om de website te navigeren. Nou, ik ga VoiceOver opstarten. Niet schrikken. Command F5. VoiceOver on Safari. Book flight. Sandra has joined the meeting. Dialog. Mute button. Oké. Zoom gaat een beetje lopen kloten. Ik hoop... Sandra has joined the meeting. Yeah, I know. Oké. Goed. Nu kan ik een lijst met links en een lijst met kopjes opvragen. Ik ga nu een lijst met links opvragen. Window spot menu. Ik even de windows. Close Safari. Book flights with Virgin Atlantic. Show page source. Nee. Sorry. Window spot menu. No items in. No items in. Images menu. No items in form controls menu. Ik geloof dat... Book flights with Virgin Atlantic. Web content. Nog een keer proberen. Want zo, escape. Book flights with Virgin Atlantic. Form controls menu. Oké. Okay. Window spot links menu. Oké. Okay. Dit zijn alle links van deze pagina. Dat is een supersnelle manier voor iemand die blind is om een website te navigeren. Bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik wil inloggen. Dan ga ik gewoon login typen. Loading link. The Virgin Atlantic blog. 5 items. No items in. Links menu. Dan blijkt dus dat deze loginpagina, deze login-button, gewoon helemaal niet ervoor komt. Misschien is het een button, maar goed. Oké. Okay. Even terug. Link. Skip to book. Dit zijn alle links. En nou zie je hier few deals, few deals, few deals, few deals staan. En dan denk je, ja, wat voor deal? Learn more. Waarover? Found out more. Find out more. Waarover? Dus sommige zijn echt heel, heel nuttig. De Virgin Atlantic blog. Ja, daar weet je waar het over gaat. Careers, oké, daar weet je waar het over gaat. Help en contact. Maar deze few deals zijn volkomen onbegrijpelijk. Dan moet iemand echt gewoon daar naartoe gaan, eromheen lezen of de link volgen. Voice over off. Dit bedoel ik dus eigenlijk van, je moet links begrijpelijk maken. Dat iemand die blind is... uit een linklijst kan halen waar de link naartoe gaat. Ook Google leest dit mee.
Want het is gewoon linktekst. En dat is voor Google ook belangrijk. En als die beschrijvend is, dan is dat gewoon voor Google ook veel beter te begrijpen. Oké. Dan ga ik nu even terug naar... Deze hebben we gehad met toetsenbord. Goed. Stel, dit is even heel eenvoudig. Begrijpelijke links. Je hebt hier een kaart. Relax en lees een boek. Al onze favoriete boeken speciaal voor jou op een rijtje. Lees meer. Nou, als jij kunt zien, dan lees je dit en denk je, oh ja, dit gaat over boeken en de favoriete boeken en dan ga ik er meer over lezen. Als jij blind bent en je hebt de linklijst die je opvraagt, dan heb je geen idee waar die lees meer naartoe gaat. Nou, dit is een superhandige oplossing. Je zegt gewoon in de link waar die naartoe gaat. Bekijk al onze favoriete boeken. Ja, en dan word je grafisch ontwerper boos. Dat is veel te lang en dat is hartstikke lelijk. En het past niet in het doosje. Ja, wat doe je dan? Er zijn een paar oplossingen voor. Je kunt extra tekst verbergen voor het zicht, maar wel laten oplezen door een screenreader. En in WordPress heet dat de screenreader tekst. Je moet hem toevoegen aan je CSS, aan je stylesheet. En hij ziet er zo uit. Hij zit ook in de admin, dus hij zit in Core, in de admin stylesheet. En er is op WordPress.org informatie over. Maar zo ziet hij eruit. Hij maakt hem zonder border, hij maakt hem klein. Clip Path is de officiële spec, maar die wordt bijna nog in één browser geondersteund. Dus Clip Path is voor is deprecated, maar bijna alle browsers ondersteunen dat. Je geeft een height en een width of 1 pixel. En een margin of min 1 pixel. Nou, waarom maak je hem nou niet 0? Als een screenreader iets ziet wat geen hoogte of breedte heeft, dan denkt hij dat het niet bestaat en dan leest hij het niet voor. Dus je geeft een height van 1 pixel, een width van 1 pixel en een margin of minus 1, min 1. Overflow hidden, padding is 0, position absoluut en dan word wrap normal. Als je dit niet doet, dan denkt bijvoorbeeld VoiceOver, oh, dat is een 1 pixel breed, dus als ik daar letters in zet van een woord, dan moet ik die letter voor letter voorlezen, want het is zo klein. Dat is dus niet de bedoeling, dus als je word wrap normal zet, dan leest de screenreader gewoon voor als tekst. Nou, dan heb je hier een link, lees meer. En dan heb je een span met de screenreader tekst. En daarin zet je over onze favoriete boeken. Dit gaat dan zie je lees meer. Maar er wordt voorgelezen lees meer over onze favoriete boeken. Dan is je grafisch ontwerper blij. En dan is de screenreader gebruiker blij. Er is nog een andere manier waarop je dat kan doen als developer. Dan geef je een aria label aan. Als je een aria label als attribuut gebruikt voor een focusable element, zoals een link of een button, dan overschrijft het alles wat hierin binnen staat. Dus in het Arial-label kun je zeggen, lees meer over onze favoriete boeken. Dan leest de screenreader dit voor. En dit lees meer zie je. Nou, als je nou deze pagina, dan hebben we dus 1 lees meer, 1 bekijk onze favoriete boeken, 1. Bekijk onze favoriete boeken met screenreader tekst. En 1. Bekijk onze lees meer over onze favoriete boeken met aria label. Nou, ik ga het even proberen met screenreader. Voice over on Safari. Bridge Pledge Links. Links menu. Ja, dit is het link. Zo gaat hij het voorlezen. Het eerste was dus lees meer. Bekijk onze favoriete boeken. En dan lees meer. En dan hier lees meer. Nou, en dit zijn de rest van de links die allemaal voorkomen op de pagina. Dus nou is het wel te begrijpen. Link. Lees meer. Link. Bekijk al onze favoriete boeken. Link. Lees meer over onze favoriete boeken. Link. Lees meer over onze favoriete boeken. Oké, als ik nou op enter druk. Link. Lees meer over onze favoriete boeken. Dan gaat hij naar de plek toe waar het staat. En als je dan nog een keer op enter drukt, dan ga je die link inderdaad volgen. Oké. Voice over off. Wat voor oplossing zou jullie nou vinden voor... Virgin Atlantic. Wat zou jij met deze links gaan doen?
Zet maar eens wat oplossingen in de chat. Ja, ARIA-label toevoegen. En wat zou dan in het ARIA-label staan? Few deals to the Barbados. Ja. Vanaf bekijk deal. Uitschrijven, ook handig als je geen screener hebt. Nou, dat is ook mijn favoriete oplossing hoor. Gewoon uitschrijven. Ja. Uitbreiden met de plaats van naartoe. Ja, dus het is, er is, don't fly, it's bad for the environment. Grafisch ontwerper, wel kort. Maar met CSS, ja, is de lengte van de beschrijving beperkt. Dit is gewoon, hier is geen één goede oplossing voor. Dit is gewoon iets wat je samen met je grafisch ontwerper, als developer en grafisch ontwerper, samen even over moet hebben. Ik denk, als je hier zie je view deals, view deals. Als je het kunt zien, dan moet je ook weer gaan eromheen gaan lezen. Wat voor deal dan? Dus misschien kun je het op een andere manier oplossen. Maar denk goed na over je linkteksten. Van, ja, hoe zit dat in elkaar? En wat vind ik nou goed om iedereen mee te delen? En denk aan mensen die blind zijn. Die gewoon heel veel gebruik maken van zo'n linklijst. Van de... Help ik ze met wat er staat of jaag ik ze alleen maar weg? Ga eens even naar je eigen website kijken of een van je eigen projecten. Denk van nou, misschien kan dat wel beter. Nou, we hebben nog 8 minuten. Dus ik zou zeggen, vraag. Of discussieer. De lengte van de beschrijving is niet beperkt, hè? Want alleen als je een ARIA-label gebruikt, of je moet wel denken, het staat in de linklijst. Dus als jij een linklijst maakt met in een link, dus echt gewoon 500 letters, dan krijgen die mensen dat wel gewoon allemaal voorgelezen. Dus houd wel to the point en kort, want ja, niemand houdt ervan om een enorm verhaal ja, binnen te krijgen. Dit moet gewoon te gebruiken zijn. Niemand vindt het ook leuk om heel veel te lezen, om informatie tot zich te nemen. Dus dat geldt hetzelfde voor daar luisteren. Is er een manier om die login-button ook in de linklijst te kijken? Ja, oh ja, dat was misschien, had ik even moeten voorbereiden. Zal even kijken. Dit is een button, ja. Nou, dat hoeft op zich niet. Als het, ja, er is een verschil tussen een link en een button. Een button dat, ja, dat start een actie en een link gaat naar een andere plek. Als je kijkt wat er nu gaat gebeuren. Hier ga je nu naar de login, de link, ga je eigenlijk naar de loginpagina. Dus eigenlijk is dit een link en geen button. Met een button start je eigenlijk een JavaScript op, een open je menu of verzend je een formulier. En een link is echt, dan ga je naar een fysiek andere plek. Een verwijzing, een link. Ja, een link is een actie en de andere is een verwijzing. Ja. Ja. Dus dit had eigenlijk een link moeten zijn. Maar screenreaders kunnen dus een lijst van links, een lijst van kopjes, een lijst van buttons, een lijst van vormformulieren. Dus het komt misschien wel ergens in je webrouter voor. Maar in dit geval zou ik hier gewoon in plaats van een button een link van maken. Even kijken, hoe zit het met title attributes voor links? Werkt dat wel niet met een screenreader? Title attributes, de support is heel verschillend. Sommige screenreaders handelen dat heel goed af. Bijvoorbeeld als het title attribute op een link hetzelfde is als de linktekst. Het zelf leest het maar één keer voor. Anderen overrulen de title attribute. Anderen lezen alleen de linktekst voor. Anderen lezen allebei voor. Ik vind niet, je moet geen essentiële informatie in een title attribute zetten, want de support is heel verschillend. Voice recognition software, dus als je tegen je boete praat en zegt van, je kunt met je computer ook links en buttons activeren, die gaan daar ook weer anders mee om. Dus het is gewoon onbetrouwbaar. En mensen die op mobiel zitten, die hebben ook niks aan een title attribute, want ja, dat zie je niet. Je hebt geen hover state op een tablet. Dus van die dingen.
Ik zou het title attribute gewoon op links en op buttons helemaal niet gebruiken. Ik heb voor een klant vrijstellend.nl de website aangepast naar aanleiding van een test van Cardan. Ik moest de titel boven de afbeelding zetten en bij het standaard WP-blok recente berichten mogen geen kopjes zijn. Ja, ik ga even niet in discussie met Cardan. Maar kan je iets voorstellen bij dat advies? Even kijken. Ik moest de titel boven de afbeelding zetten. Zoals in die cards op de voorpagina. Oh. Ja, wat je kan doen is... je hebt hier een link rond alles staan. En dan een image met een leeg... Heb hier... Hoofdkantoor. Nou, ik vind het een hele super akelige, lelijke linktekst. Wat ik had gedaan is alleen een link maken op de titel hier. Het plaatje een leeg alt-attribuut zetten. En dit helemaal niet in de link zetten. Dat kun je doen. Er zijn verschillende technieken voor. Dat is misschien iets voor een masterclass. Dat ga ik nu niet uitleggen. Maar dit levert echt spuug en spuug lelijke links op. Ik vind hier... ik kan me voorstellen dat als je hier een alt-attribuut hebt staan, dat de titel bovenin moet staan. Want dan is het een logisch verhaal van boven naar beneden. Maar dat jij alles hier in één link hebt gezet, dat vind ik vele, vele malen erger. Maar dat was het advies, als ik het goed begrijp, hè? Sandra, kan je iets zeggen als je unmute? Ja? Oh, ik sta niet op een mute. Nu kan je gewoon horen, ja. Oké. Nou ja, dit was voor hun, ze zeiden van als je dan het hele blok als link maakt, dan was dat voor hun, dan kwam het bij hun door de test. Oké, nou daar ben ik fundamenteel mee oneens. En wat het oorspronkelijk was, er stond dus inderdaad een button onder waar ik de tekst niet van, ik ben er vrij nieuw mee. Ja. Dus ik die tekst niet van kon veranderen. Dus hebben we gezegd, dan halen we de button weg. En dan is eigenlijk het hele blok in zijn button. Oké, zal ik nu de linklijst even laten zien dan? Ja, doe maar. Voice over on Safari. News. Village. Links menu. Dit is één linktag. Ik ga het gewoon voorlezen. Wacht even. Link. Wacht even. Toen link. Okay. Link. Toename coronabesmettingen in IJsland, verontrustend hoofdkantoor veiligheidsregio IJsland. Het aantal coronabesmettingen is ook in IJsland afgelopen dagen sterk toegenomen. Het belang om ons strakker te houden aan de basisregels is daardoor nog urgenter, om andere regionale maatregelen in de nabije toekomst te voorkomen. Dat is één linktekst. Ja, dat is dus te groot. Ja, ja. Ja, eigenlijk is de linktekst moet zijn toename coronabesmettingen in IJsland, verontrust hoofdkantoor. Ja, wat je dan vervolgens krijgt, is de alt-tekst van het plaatje. Dat zou je gewoon weg kunnen laten. Dat plaatje is hier gewoon illustratief. Ja, dus ja. Dan zou je een alt is quote-quote. Dus je moet het alt wel toevoegen, maar je mag het leeg laten. Dus alt is quote-quote. En dit zou helemaal niet voorgelezen moeten worden. Hier zijn verschillende technieken voor. Maar dit valt even buiten deze workshop. Ja. Maar goed... Ja, het zit in een template ingebouwd, dus ik kan ook dit weer uitzetten en gewoon weer de titel alleen een link laten worden. Ik zou beter hier, zijn, toch? Ja, alleen de titel aanklikbaar maken, dat is in dit geval de snelste oplossing, want deze linkteksten zijn echt verschrikkelijk. Okay. Ja. En als mag ik een tweede vraag stellen? Want als je dan zeg maar doorklikt, dan heeft WordPress een soort standaard meest recente berichten. En dat had ik volgens mij voice over off. Een titel en een stukje tekst. En daarvan zeiden ze van je mag niet een lijstje hebben met alleen maar titels. Dus dat kon dan ook niet. Met titels bedoel je headings, hè? Dat het allemaal heading 2 of heading 3 is. Ja, en dan zit er geen excerpt bij. Alleen titels. Ja, het is mooier om dan gewoon alleen een onder het list te doen. Ik vind dit gezeik in de marge. Want dit is voor de test heen anders. Dus ja. Nou, een titel, daar moet eigenlijk content onder komen. Want titel slaat eigenlijk op de content die eronder komt. En als je geen content onder hebt, dan is het eigenlijk geen titel.
Dus wat je dan kan doen, dat is, dan maak je het gewoon allemaal, zet je het in een lijst en dan maak je het gewoon links. Net zoals nu.nl heeft of zo, maar dan kan je het ook anders opmaken. En de linkjes zijn, is dan een paragraaf link? Dus niet, zijn... Nou, wat je kan doen is het in een list items maken. Dus als je en dan gewoon een LI en dan een A, de A in de LI's. Zou, kan je me nog volgen? Ja hoor, ja hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ook nog wel HTML en CSS kennis hoor. Ja, nee hoor, ja goed, soms dan ben ik een beetje waardig. Nee. Alleen de titel aan klikbaar maken is niet voor iedereen duidelijk. Dan wordt het toegevoegd onder intro. Ik ga hier wat over maken. Dus dit heb ik namelijk al helemaal uitgeschreven. Er is hier heel veel over te vertellen en dat is cards. Hoe maak je een card toegankelijk? Dus ik wil dat niet hier gaan behandelen nu. Maar het komt binnenkort op de Ellie Collective als masterclass. Dus even geduld. En dan leg ik het helemaal uit. Want hier zijn ook super mooie oplossingen in CSS voor. Dat je het hele blok aanklikbaar maakt en dat je maar één link hebt. Dus dat kan heel mooi. Maar de oplossing die je hier hebt, alles een A, dat is echt super onhandig. Nog meer vragen? Ja, ik had een vraag. Ja. Kan je ook de tabvolgorde aanpassen? Ja, dat moet je niet doen. Je mag nooit een positieve tabindex gebruiken, omdat je dan voor de gebruiker bepaalt hoe hij moet tappen, of zij. Ja. De kunst is dat je dus gewoon de natuurlijke tabvolgorde, dat die hetzelfde is als de visuele tabvolgorde. En dat vergt gewoon programmeerwerk, gewoon een frontend werk. En de designer moet ook even in de verschillende mobile views ook even meedenken over wat is de volgorde van de focus op elementen. En als ik bijvoorbeeld iets heen en weer schuif met CSS, dat die volgorde hetzelfde blijft. Als jij een positieve tabindex ergens neerzet, dat is dat eerste wat focus krijgt op een pagina. En stel je voor dat het eerste invulveld in een formulier is. Dan sla je het hele menu over bijvoorbeeld. En alle links die ertussen zitten, dan ga je bam daar naartoe. Of je zegt van nou, ik maak alles, geef alles een tabindex. Zodat het allemaal precies is zoals het wil. En dan vervolgens verander je er iets in de pagina. En dan klopt het helemaal niet. Dus het is ook een ongelooflijk werk om het bij te houden. Als jij aan de webrichtlijnen wil voldoen, mag je geen positieve tabindex gebruiken. Wel 0 of min 1. Die hebben speciale toepassingen, maar nooit positief. Want dan kaap je eigenlijk het gebruik van de website, de tabvolgorde. En dan beslis jij voor de gebruiker hoe die dat moet doen. Is dat een antwoord? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik kan me ook voorstellen dat je soms tabs mist, dat je dat wil toevoegen. Heel veel mensen gebruiken natuurlijk het moet paginabouwers en met plugins. En sommige plugins hebben geen tabvolgorde en bijvoorbeeld het thema of de websitebouwer wel. Ja. Hoe kun je dat ook aanpassen? Kun je zeggen, joh, je slaat hier wat over, ik wil dat ertussen hebben, maar tabs? Als je iets focus krijgt, dan krijg je het vanzelf focus. Als een plugin focus op een element uitschakelt, dat is het. Ik snap eigenlijk niet van waarom los, want het krijgt van zichzelf focus. Een link of een button of een invoerveld. Pas als een plugin echt zegt van nou, ik kaap de tabvolgorde en ik zet er een positieve tabindex in. Want dan moet je, dat ligt in het plugin. Als ik het zo hoor, heb ik het vermoeden inderdaad dat er of het thema of een van de plugins die zit ermee te spelen. Die verandert iets. En dat maakt eigenlijk dat jij nu de noodzaak ziet om iets in die tabvolgorde te veranderen. Want als er geen van de plugins dat deed, dan was er eigenlijk niks aan de hand. Ja, precies. Ja. En dat is wel het vervelende met de hoeveelheid plugins die er natuurlijk zijn. Als het gaat om accessibility, dan zijn er zo enorm veel plugins die gelijksoortige functionaliteit aanbieden. Vind dan maar eens degene die het netst omgaat met toegankelijkheid en zich aan de regels houdt. En gaat het over hoe linkjes worden gemaakt, kleurcontrast, tabvolgorde, al dat soort zaken. En dat zien wij dagelijks, zeg maar. Dat is denk ik de grootste uitdaging in het WordPress-ecosysteem. Met de enorme groep mensen die eraan meedenkt en aan meebouwt. Is dat
er ook heel veel mensen aan meedenken en meebouwen die niet al die kennis rond accessibility in huis hebben. En nou ja, ook maar gewoon, hè, je weet niet wat je niet weet, met alle beste bedoelingen iets maakt of op de markt brengt, wat niet altijd even goede websites, tot even goede website resulteert. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Oké, okay. Nou, ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ik heb nog één afsluitende slide. We hebben op het Ellie Collective een aantal trainingen en er komen er steeds meer bij. En nu geef ik het woord even aan Taken. Ja, nou ja, we hebben dus heel veel trainingen, of een aantal trainingen en er komen er meer bij. De tryout class die hier zit staan, dat is eigenlijk een gratis training, kan je het bijna niet noemen. Dat is echt een tryout. Je ziet van een aantal verschillende trainingen, die zijn een paar hoofdstukjes bij elkaar gestopt. Dus meer om een idee te krijgen van hoe werkt dat dan. Die kan je gewoon gratis volgen. En ook de Masterclass Web Accessibility, de business case. Dat gaat veel meer over hoe verkoop je nou eigenlijk webtoegankelijkheid aan je opdrachtgever bijvoorbeeld. Hoe help je meerekenen waarom dat belangrijk is? Want er is ook echt wel degelijk financieel component, zeg maar, wat een rol kan spelen. Of het voorkomen van claims. Als je bijvoorbeeld in Amerika een website lanceert, dan kan je gewoon een rechtszaak aan je broek hebben als je dat niet netjes op orde hebt. Dat wordt behandeld in die masterclass. Die is ook gratis. Die kan je gewoon in je winkelwagentje stoppen en er wordt verder niet gevraagd om betaalgegevens of wat dan ook. De andere drie trainingen die er staan, die kosten wat. Ik denk dat het voor iedereen het beste is om te beginnen bij de basics, Web Accessibility Basics. En van daaruit verder te gaan. Degene die over code gaat, die is een aanbouw, die volgt binnenkort. En er komt dadelijk een mailtje met een kortingscode die eigenlijk op alles wat er wat er nu wordt aangeboden van toepassing kan zijn. Dus dat is ook verder niet gelimiteerd tot één cursus. Kijk gewoon wat je past, wat je uitkomt en maak er gebruik van. En dat is denk ik ook gelijk het einde van de workshop. Dus ik wil WordPress Nederland Live van harte bedanken voor deze opportunity om dit te kunnen doen. Ja, hartelijk graag gedaan namens WordPress Nederland. Ik vind het echt ik heb een te gek en heel leerzaam uur gehad. Mag ik eigenlijk iedereen even vragen om zichzelf te unmuten en een hartelijk applaus te geven voor Rian Rietveld? Ja! Hey. Dankjewel. Super bedankt voor de workshop. Helaas is onze livestream op YouTube mislukt voor deze workshop. En Rian, is er een mogelijkheid dat mensen jou later nog vragen kunnen sturen? En hoe zou je dat dan graag willen ontvangen? Altijd via Twitter. Ik ben overal Rian Rietveld via LinkedIn. Je kunt me een mail sturen naar rian@levellevel.com. Je kunt... Hello@elliecollective.com. Hello at Ellie Collective. Dus Ellie met de strepen. A11Y. En je kunt in WordPress Slack, als je daar lid van bent, kun je ook vragen stellen. Het kan best zijn dat ik je doorverstuur. Of ik denk van dat is zo'n grote vraag. Misschien moeten we daar een andere manier over hebben. Maar als je vragen hebt, je bent welkom. Ik ben super blij. Echt jongen, je hebt gewoon in een uur heb je dingen zo helder gemaakt waar ik echt al maanden zo stukjes een beetje naar zit te graven. Ja, ja, ja. Ik ben heel visueel auditief gecombineerd ingesteld. En dit is voor mij veel waardevoller dan al die teksten op al die sites, daar word ik helemaal gek van. Nou, de cursus is allemaal video met de oefeningen. Dus als je zegt van probeer eens een cursus, doe de try-out cursus. Ja. Kijk of dat wat voor je is. Want het is allemaal, ik ben het allemaal aan het vertellen met voorbeelden. Je kunt meedoen, je krijgt vragen en oefeningen. En, dus als het visueel en zelf doen voor jou wat is, dan kijk even wat. Ja, te gek. En elke training die heeft zo'n cool certificaat, hè? Wat je daarna op je LinkedIn kan plaatsen. Super bedankt. Kun je op je cv zetten? Ja. Ik heb nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Want dit is één van de twee experimenten die we als WPNL Live kunnen doen. We gaan 29 oktober, noteer die datum, gaan we een ander experiment doen. Namelijk een zogenaamde tribe meeting. Waarbij we twee onderwerpen gaan behandelen met gewoon groepen mensen. Geleid door een
gespreksleider. We gaan een speciale tribe meeting organiseren voor Gutenberg Development. Geschikt voor zowel beginnende als geavanceerde developers. En bedoeld om elkaar zoveel mogelijk te helpen. En de andere tribe meeting zal zich gaan focussen op de Nederlandse WordPress community. En dat we in 2021 gaan doen. En daarbij staat de vraag eigenlijk centraal. Hoe gaan we volgend jaar verder met WPNL Live en met WordCamp. En met de algehele WordPress community in Nederland. Dan hebben we op 26 november onze afsluitende digitale meetup, waarbij we twee absolute powervrouwen in WordPress-land een wervelende presentatie gaan geven over onder andere de nieuwe versie van WordPress 5.6. En die wil je echt niet missen. Als laatste nogmaals bedankt aan onze sponsoren Yoast, Weglot, die WPNL Live mogelijk maken. Er rest me eigenlijk alleen nog om alle aanwezigen hier te bedanken voor jullie aanwezigheid. En als jullie nou inderdaad meer willen leren over web accessibility, dan kijk even in jullie mail zo meteen. Dan zit er voor het Ally Collective een mooie kortingscode voor jullie bij. Hartelijk bedankt en tot de volgende edities op 29 oktober en 26 november. Doei! Dag. Bedankt allemaal! Ja, doei!